Nou, laten we eens even wat zien op de kaart. Hier is de Baierau. Dat is de berg waar het om gaat. En als ik het goed begrepen heb, lopen we nu zo. En dan moeten we straks die kant naar beneden en weer omhoog. En dan gaat het om dit stukje, of we dat kunnen oversteken. Want daar, ja, want daar is die waterval, hè? Daar ging het de vorige keer fout. Ja. Maar we hebben nu instructies mee van Oete. En we hopen dat we er deze keer uitkomen. Nou, we zullen het meemaken. Het klatert goed, hè? Nou, zeker, ja. Ja, die hadden we de vorige keer ook zo te pakken. Dat was niet het probleem. Maar nu gaan we verder. Nu gaat het dus gebeuren. Ja. Daar naartoe. Wat zei jij? Deze steen die staat steeds vast. Oké. Okay. Dus, even half. Ja, momentje. Ja, kom ik. Oké. Okay. En nu? Bobby, hier blijven. Ja. Kijk, zie je dat? Ja. Hier is die rooi. Nou, dat moet een beetje een pijl voorstellen. Ik denk het, ja. Ja. En dan moeten we daar omhoog. Weer omhoog, oké. Okay. Verder heb die kant op, maar het is prima begaanbaar, dus we kunnen die kant op. Heel goed. Ga mee. Ja. Kom maar, Bob. Ja, lopen maar, Bob. Ja, we zijn boven. Oh, kijk nou eens, dat is goed zeg. We zijn op een pad. Oké. Heb je trouwens natte voeten of niet? Nee. Alleen natte schoen. Oh, je broek is wel nat. Ja, nee, daar voel ik niks van. Oké. Okay. Rechts naar beneden. Oké. Okay. Ja. Maar nou, dat lijkt me. Maar dan hadden we dus die boerderij met die bloemen tegen moeten komen. Misschien komt dat nog. Want ze zijn nog, die hebben heel mooie bloemen. Die zie je eerder nog dan het huis. We zullen zien. We gaan rechts naar boven. Ja. Ga maar lekker los, Bob. Ja, ga maar lekker lopen, hoor. Dat is leuk, hè? Ja. Dit is dus de boerderij met de mooie bloemen. Dat kan niet missen.
Nou, dat huis is dus het huis van Hannes en Oete. En aan de rechterkant zie je ons huisje, daar logeren we. En wij staan dus nu aan de overkant van de Bairau, inmiddels in de regen. Het bospad weer ingegaan, want we zijn over een brug gekomen. Dus als het goed is hebben we die Brücke Gebunden. En nu lopen we volgens ons weer het schema van Oete. Dus straks komen we langs Prikkeldraad. We hebben een probleem. Geen Prikkeldraad, maar wel een hele wilde beek. Dit is die brug waar Oete het over had. En waarschijnlijk moeten we dan toch daarin. We zijn die kant op gelopen. Op zich is dat niet zo gek. Maar dan kom je bij een beek uit die zo breed is waar je niet overheen komt. Maar daar heeft Saskia wat gevonden. De brug, dus we hadden meteen... En wij zijn rechtdoor gegaan. Ja. Ja. Waar is je hond? Oh, die loopt daar, ja. Loopt hier al. Nou, ja, nog meer sompigheid. Nou, daar omhoog. Nou, dit gaat weer wat beter, Saskia. Ja, het is wel stijl, hoor. Ja. Nou, we zijn weer een heel eind omhoog geklommen. Zoals je ziet. Jongen, jongen. Maar we zitten wel op de goede weg, Sas. Ja, ja. Dus dat is wel lekker natuurlijk. Leuk, hè? Ja. Nou, we gaan weer verder omhoog. Ja. En kijk eens eventjes waar wij terechtgekomen zijn. Daar heb je het huisje op de Oberau. En daar moeten we wezen. Nou, het is echt een mooie... Het is echt een van de mooiste wandelingen die wij in ons hele leven hebben gemaakt, Saskia.